Ik hoorde net al een gniffeltje, maar wat is Sculptra, Rogier? Oké, nou, Sculptra is een, ik vind het zelf een heel prettig product. Ja. Veel van de cosmetische artsen, er zijn er niet zo heel veel die het gebruiken. Nee. Okay. Er zijn er ongeveer 30 ja. Die het gebruiken. Nou, dat heeft gedeeltelijk mee te maken met het gebruiksgemak, want je moet het voorbereiden. Maar ik vind het een heel prettig product. Ik zal het je zo uitleggen. Heel goed. Het is een product op basis van polymelkzuur. En dat moeten we oplossen met NaCl, met water. Ja. En daarna spuiten we het in. Het zorgt ervoor, weer een biostimulator. Ja. En het zorgt ervoor dat het collageen wordt opgebouwd. Nou, wat het grote voordeel van Sculptra is dat het... het is ook wel weer een nadeel, want je ziet niet een direct effect. Maar doordat Sculptra heel langzaam gaat, heeft niemand door dat je wat je wat gedaan hebt. Daarnaast houdt het heel lang aan, 3 jaar. En het derde is, vind ik zelf, dat Sculptra in zo'n flacon staat voor ongeveer meestal 2 tot 3 spuiten hyaluronzuur. Ja. Dat vind ik best veel. Ja. En, dus ik vind het ook prijstechnisch een goed product. Oké. Okay. En ja. Wat zijn de mogelijkheden? Dus rimpeltjes, denk ik dan, als ik dit hoor, dat het... De mogelijkheden? Ja, de mogelijkheden zijn met name volume. Volume, oké. Okay. Volume, kaaklijn, jukbeenderen, bijna slapen. Alles. Nee, ja. Maar je kan het niet onder de ogen gebruiken en je kunt het ook niet in die lippen gebruiken. Oké, okay. En ja. Mensen die het wel gaan gebruiken, wat kunnen die daarvan verwachten? Nou, gewoon een langdurig resultaat toch best wel stevig. Ja, veel volume oplevert. Precies. Oké, duidelijk. Ik ga hem even samenvatten. Prima. Want de Sculptra is een heel fijn product die dus als filler ook gebruikt kan worden, ingespoten kan worden. En die met name voor volume eigenlijk gaat zorgen. Dat is het. Ja, dat toch? Is het. Ja, ja. Absoluut.